Bij het bestellen van je wasmachine zie je alleen staan hoeveel decibel geluid hij maakt tijdens het centrifugeren. Maar het is natuurlijk best wel lastig om je voor te stellen hoe dat nou eigenlijk klinkt. Daarom ga ik je in deze video laten horen hoe stil of juist hoe luid een wasmachine kan zijn. Dan weet jij wat je kunt verwachten bij de wasmachine die je bestelt. Eerst zal ik je laten horen hoe het klinkt als de wasmachine in dezelfde ruimte staat. En daarna zal ik je ook nog laten horen hoe het klinkt als hij in een kamer verder staat. Wat je nu hoort is een van de allerstilste wasmachines die we nu hebben. Nou, zo klinkt hij dus wanneer je in dezelfde ruimte bent. Je kan nog prima een gesprek voeren of bijvoorbeeld tv kijken. Als we één geluidsniveau omhoog gaan, komen we bij onze stille wasmachines. Nou, je hoort hem nu best al wat beter, maar het is nog niet heel erg storend. Ik kan nog prima tijdens het wassen mijn dagelijkse dingen doen. Zoals thuiswerken, een telefoongesprek voeren of, ook niet onbelangrijk, slapen wanneer je graag 's nachts wasjes draait. We gaan nu nog een stapje verder naar wasmachines met een normaal geluidsniveau. De wasmachine is nu tijdens het centrifugeren echt wel aanwezig en best wel storend wanneer ik in dezelfde ruimte tv kijk of muziek aan het luisteren ben. Vanaf 78 decibel vallen wasmachines bij ons onder de categorie luid. En zoals je wel kunt horen, maakt hij flink wat lawaai. Best wel storend in het dagelijks leven. En als ik dan omhoog ga naar onze luidste wasmachines, ben ik eigenlijk bijna niet meer te horen. En weer terug naar onze extra stille wasmachine. Zo, echt wel een groot verschil dus tussen onze extra stille en luide wasmachine. Nou, de meeste mensen zullen hem natuurlijk niet in hun slaapkamer of woonkamer zetten. Dus we doen ook nog even een korte test hoe het klinkt als hij in een kamer verderop staat. Zo, het geluid komt nu van een kamer verder. En wat je nu hoort is een extra stille wasmachine. Die vond ik al niet storend in dezelfde ruimte, maar een kamer verderop hoor ik hem al bijna niet meer. Nu hoor je de stille wasmachine. Nou, je hoort hem wel iets beter dan de vorige, maar nog zeker niet vervelend. Dit is een wasmachine van de geluidscategorie normaal. Hij is duidelijk een stuk meer aanwezig dan de stille wasmachines. Als ik hier een wasje mee zou draaien tijdens het thuiswerken bijvoorbeeld, zou ik dat toch niet zo fijn vinden. En tot slot de luide wasmachine. Hier zou ik 's nachts echt wel wakker van worden. Echt wel een groot verschil dus tussen onze stilste en luidste wasmachines. Nou, je kon goed horen dat in de kamer verderop het geluid wel afnam, maar vooral de luidste wasmachines waren echt nog wel heel aanwezig. Denk dus goed na over hoe en waar je je wasmachine wil gaan gebruiken. Was je bijvoorbeeld altijd wanneer je niet thuis bent, of staat hij op een plek waar je hem sowieso al niet hoort, zoals je garage of kelder, dan maakt het geluidsniveau niet zoveel uit. Maar was je wel regelmatig wanneer je thuis bent en staat je wasmachine bijvoorbeeld vlak bij je woon- of slaapkamer, heb je jonge kinderen thuis of is je huis juist heel gehoorig, dan kan het echt wel heel fijn zijn om voor een stille of zelfs extra stille wasmachine te kiezen.